En dan ben ik weer een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag. Vandaag is de verjaardag van mijn zusje. Vandaag is officieel 18. Nou, mocht je mijn weekvlog, ja, die komt morgen online. Nou ja, het is de dag dat ik, dus dinsdag 19 september, komt die online. Maar goed, mocht je die niet gezien hebben, we hebben van de weekend al een verjaardag gefilmd. Vandaar dat is ook de weekendvlog. Maar goed, check hem eventjes als je wil zien hoe mijn weekend was en anders. Ja, dan doe je dat niet. Maar goed, hij was maar 3 of 4 minuutjes of zo. Dus kijken we even. Ik moet vannacht werken van 8:15 tot 2:00. En zouden we de verjaardag van mijn zusje nog vieren. Vanavond komen opa en oma nog een keer, want die vonden dat leuk. En de vriend van mijn zusje gaat zo naar huis. Dus twee is dan naar school en dan naar huis. Of ik heb het verkeerd meegekregen. Of volgens mij gaat hij naar school gewoon naar huis. Ik kom er niet eerst bij hierheen. Maar goed. Ik spreek later weer. Oeh! Een snoepje! Jongen, dat is hier. Oh. Oké, wacht maar even. Waar ga ik op gaan gaan liggen? Moet je zelf weten. Goed. Lekker! Ik ga even dorst opmaken. Het was op. Hé, hey, heb je nu ontdekt? Wat staat erin? Moet ik voorlezen? Ja. Ippipipipoeraas, van jou is 18 jaar. Van harte gefeliciteerd, baby zusje. 18 en hoop nog vele jaren meer. Dus al deze cadeaus kun je voorlopig blijven vooruit. Heel veel plezier met uitpakken. Veel lief, Nikki. Doe niet hoor. Nog meer joen. Papiertje. Leeg. Oh, ik open. Barbie Uno. Gewoon Uno dan. Barbie. Eeuw, niet zo veel dingen. En lemon lime. Nikki wil me goed drinken. Dina. Hand op. Dat ene wat gevallen was je er niet gedaan. Oh, doe. Oh, dat zijn die Barbie oorbelletjes. Next. Allemaal van die roze vliesjes. Zo, doe maar eens mevrouw uit en bedankt ook. Oh, die had je al verklapt. Ik ga mijn oorbelletje in doen. Hoezo had je dat verklapt? Is die leeg? Ja. Kun je die zakjes bewaren? Kan. Dikkie. Ja, we zullen het zo. Dina sokken. En nog aan doen. Kun je met... Ja. Meer in, maar dit. Ja, pak het dan op. Ja, ik heb ook dit nog. Wat is dit? Het is een topje. Wat is jij? Kip! Ik ben gewoon niet erg meer. Dit is hè. Een notebook? Deze heb je toch ook? Ja, maar dan een andere kleur. Ja. Vind je het wel leuk of doet je? Hier. Allemaal Dina oorbelletjes. Ja, cool. Ik denk het een cadeautje.
Hij heb ik deze keer zien staan in de kamer. Maar ik dacht, nou, die heeft gewoon een nieuw dienblad gekocht. Het grootste cadeau. Mag wel vooral dat ik het dan heb. Potverdikkie. Heb je het geteld? Anders is het groot. Voor je nieuwe kamer. Vind je wel leuk? Gewoon een nieuw plaatje erin doen. Bijvoorbeeld, maar je kan hem ook zo houden met dino's. Ook doe een heel grote foto erin. Kan ook. Voor Bram zeker. Misschien, moet even kijken. Papier op dit bakpapier. Leuk. Welke? Een doos. Dat is een goed idee. En om een doos te doen. Ja. Echt, dat geeft niet zoveel. Kijk, hoe het opmaakt. Oh, mijn god. Ja, deze ga ik passen. Deze ga ik niet passen. Goed, dan moet je lang. Maar deze zit hier wel goed. Ik ga hem even omslaan. Ja, blad. Dat is de maat die jij op dat ding hebt gezet. Ja, weet ik. Oeh, een nieuw tasje. Helemaal welkom weer een nieuwe dag. Het is vandaag dinsdag en vandaag werk ik van 1 tot 6. Prima dinsdagje, niet zo lang. Ik heb vandaag IKEA bestelling gedaan. Vast voor 2 boekenkasten, een bureautje en wat opbergenbakken heb ik besteld. En Sonja heb een kledingkast besteld. En dan ga ik daarna mijn bed en... Ja, kledingkast hou ik dan. Maar daarna ga ik dan mijn bed doen en nog wat de tv-meubel moet ik ook nog... kopen. En dan zie ik daarna wel wat ik nog meer nodig heb. Ik heb ook nu alvast opbergboxen voor mijn kledingkast gekocht. Zodat ik wat meer kan organiseren. Dus dat. En ik ben bezig met de wat ik in de leven. Was ik eigenlijk gisteren mee begonnen. Maar ik was gewoon gisteren gewoon veel te veel vergeten. Vind ik dan een beetje raar staan in een wat ik in de leven. Dus ja. Helemaal welkom weer een nieuwe dag. Dus vandaag woensdag. En vandaag moet ik van 6 tot 10 werken. En ik moet vandaag voor de eerste keer rijlessen. Om 12 uur heb ik mijn eerste rijles in een automaatauto. Maar ik ga met mijn broertje mee. Dus echt les zal ik denk ik niet. Dat gaat van zijn tijd af. Dus ik weet niet. En ik moet vandaag verder met mijn kamer. Want er komen morgen meubels. En mijn bed wordt vandaag uit elkaar gehaald. Dus ja. Very benieuwd. Dus ja, dat eigenlijk. Verder eigenlijk niet zoveel bijzonders te zeggen. Maar goed. Oh ja, morgen ga ik het eten, maar daar hoor je morgen meer over. Dus ja. Helemaal ook weer een nieuwe dag. Het is vandaag donderdag. En vandaag moet ik heel veel dingen doen. Nou ja, veel. Ja, best wel. Ik moet mijn kamer verder organiseren. Want er komen vandaag meubels. Nou, niet dat ik die vandaag in elkaar ga zetten, maar dat wordt waarschijnlijk dit weekend. En dan moet er vandaag geschilderd worden. Nou, mij niet bellen, maar... En er moet nog mijn beddeel, moet allemaal nog weggegooid worden. Daar kan ik je niet mee helpen, maar goed, dat moet wel gedaan worden. Dus ik moet zorgen dat alles, de planken moeten leeg. Nou ja, ik heb mijn bed helemaal leeg gehaald natuurlijk, maar... ik slaap nu letterlijk op de grond met een matras. Slaap echt best lekker. Dat niet per se, maar dat is het probleem ook niet. Maar ik moet alle planken nog leeghalen. Dan moet ik de vloer zo goed mogelijk leeghalen. Dan moet ik het ladekastje nog leeghalen. Want die wil mijn moeder vandaag ook weg hebben. Ja, en ik weet niet waar ik het moet laten. Dat is het probleem. En ik heb geen dozen meer. Want in doen dat alle dozen zijn gevuld op eentje na. Dus ja, ik heb maar 1 doos. Dat is natuurlijk nooit genoeg. En ik moet vandaag echt een video opnemen. Ik dacht, ja, ik kan wel een keer 3 video's op een dag opnemen. Maar dan kom ik eigenlijk net niet aan met mijn camera. Dan is die of halverwege valt die uit. Want die leeg is. Of heb ik gewoon geen zin meer. Kan ik beter vandaag een video doen. Dus dat moet ik nog doen. En dan moet ik vandaag ook nog... Ja, het moet niet. Maar ik vind, ja, ik ga vanavond ook nog uit eten. Ik ga namelijk naar Fine Cooking. Ik ga 2 uur, heb ik de tijd om naar te eten. Dus een al je kunt niet restaurant, dus ga ik met mijn broertje doen, heel leuk. En nog even over de rijles, ik heb gisteren dus niet zelf gereden, ik heb met mijn broertje mee gereden. En daarna hebben we een afspraak ingepland, dus nu ga ik 29 september om 7 uur 's ochtends mijn eerste rijles hebben. Nou, mij niet bellen,
Maar het zal wel goed komen, hoop ik. En anders heb ik pech. Maar ja, goed. Dat is een beetje voor nu. Morgen zien we wel weer wat we gaan doen. Ik moet vandaag ook een Wat ik eet in de Day opnemen. Dus ik hoop dat ik dat tussendoor niet vergeet. Die ga ik niet voor YouTube doen. Die ga ik voor TikTok doen. Dus mocht je die willen zien, volg me even op TikTok. Kom je vanzelf tegen. En ja, dat is het voor nu. Aju. Helemaal welkom bij deze nieuwe dag. Het is vandaag vrijdag, de laatste dag van deze weekvlog. Ja, vandaag moet ik dus werken van 1:15 tot 2:00. En daarna gaan we verder met mijn kamer. Tenminste, nou ja, mijn vader gaat verder met mijn kamer. Want ik kan niet heel veel helpen met verven. Maar goed, tenminste kan wel, maar wilde niet. Dus dan dat. En dan gaan ze waarschijnlijk morgen mijn boekenkast doen. Dus ik hoop dat, want ik heb maar dat met zonnige kleding uit mijn kast gehaald. En ik kan het niet bij mijn kledingkast. Dus het zou fijn zijn als ik er weer bij kom. En anders moet ik het maar toch even verschuiven. It is what it is. Maar ja, dat dus. Ik ga nu ontbijten en dan spreek ik jullie later weer. Aju. Oh ja, uit eten was heel lekker trouwens. Echt een aanrader. Ik ben dus bij Five Cooking geweest. Echt ja, wel goed voor wat je betaalt. Dat ongeveer, ja, je betaalt 38,50 per persoon door de week voor 2 uurtjes. Dat we hebben 2 uurtjes gedaan. Prima. Het is geen wauw effect, maar het is wel op zich lekker eten. Dus ja, zeker een keer de moeite waard als je in de buurt woont van Fine Cooking om daarheen te gaan. En anders, ja, dat dus. Tot later. Helemaal, ik wil deze graag de weekvlog afsluiten. Het is al laat, ik was het vergeten om af te sluiten. Dus per se doe ik het in mijn pyjama. Ik hoop dat jullie deze weekvlog leuk vonden. Tot de volgende. Doei!